Eindelijk iemand die het echt heeft begrepen, hè? Nou, niet dan. Is het een rokje of een rokje? Rokjesdag, dat is een term die Martin Bril heeft verzonnen. In 1996 voor het eerst in zijn column gebruikt. Is ongeveer half april waarop volgens hem de vrouwen een geheime afspraak hadden om op hetzelfde moment als het weer erna was in rokje en blote benen natuurlijk naar buiten te gaan. Had niks met erotiek te maken volgens hem, het was gewoon een geheime afspraak. Maar het is toch nog niet helemaal goed gegaan? Wat is er niet goed gegaan? Met uw outfit? Nou, ik vind het al aardig. Alleen ja, de blote benen, maar goed, daar was het echt te fris voor. Ja, dat durfden we niet aan. En witte benen, dat is natuurlijk ook net niet. Toch? We willen blote benen zien. Ja, ben je gek met dit weer. Dat wilde Martin Bril ook. Ja, maar Martin Bril die had nog wel enigszins rekening gehouden met het weer, denk ik. U heeft het niet compleet goed gedaan. Ik weet het. Maar ja, dat kon ik vanmorgen niet opbrengen. Want daar vond ik het iets te koud voor.